Bij de grote brand in het Leeuwarder stadscentrum is zaterdagavond een 24-jarige Leeuwarder om het leven gekomen. Ondanks het feit dat de politie telefonisch contact met hem had, kon de man niet gered worden. Zaterdagmiddag en avond woedde de grote brand in het centrum van Leeuwarden. Om 4:15 brak de brand uit op de benedenverdieping van kledingbedrijf Freestyle op de Kelders 31. Er was direct sprake van een uitslaande brand. De meldkamer in Drachten gaf het sein middelbrand en dat werd al snel opgeschaald naar grote en zeer grote brand en later naar code grip 1 en grip 2. Het vuur verspreidde zich razendsnel naar de bovenverdieping met woningen en de naastgelegen bedrijfspanden met eveneens appartementen. Een van de getroffen panden is kapsalon Knip-in van het Leeuwarden raadslid Wiep Vedema. Wiep, dit wilde je niet als ondernemer overkomen. Ja, ik weet eigenlijk niet precies wat ik moet zeggen, maar wij waren net met de boot vertrokken. Ik was tot 5 uur in de stad geweest bij de kraampjes voor de verkiezingen. En dan krijg je het bericht van, er staan een paar panden op de kelders in de fik. Ja, en dan kom je er en dan is het ook jouw pand wat nu ernstig gevaar loopt. Ja, ik was er net bij toen ruiten ingegooid werden. Ik weet dat de brandweer binnen is. Misschien dat er nog wel wat te redden is. Maar één ding is belangrijk, de 4 bewoners boven, die zijn eruit. Dat is het allerbelangrijkste. Maar het is zo ontzettend. Ik heb gedacht, ik heb alles meegemaakt. Brand nog nooit. Ik hoop dat ik het niet meemaak, maar het is nou zo dichtbij. Verschrikkelijk. Maar goed, het komt wel goed. Het pand lijkt heel erg beschadigd, hè? Ja. Ja, het is inderdaad, ik ben met rots geschrokken. Echt waar. Je hebt geen beeld, hè. Er staan een paar panden in de brand. En je ziet even onderweg op Friesland, daar staat opgeschaald naar grip 2 of weet ik het. Ik denk, nou, dat is vast ernstig. En dan kom je hier en dan, werkelijk waar, dan draait de maag je om, hè. Ik heb normaal gesproken nooit problemen om te spreken, maar ik heb nou een droge mond van de zenuwen. Het is verschrikkelijk. De zenuwen jagen door mijn lichaam heen. Hoeveel mensen wonen er? Bij mij boven 4. Daarnaast 3. Hè, dat is het pand zeg maar boven de kledingwinkel. Nou ja, en daarnaast, dat is een zaak die leeg stond beneden. Ik weet niet precies hoeveel daar zaten, maar in ieder geval, ik heb begrepen. Ik ben nou net bij de opvang geweest, waar de bewoners bij al 1 zijn. Op 1A zijn ze er allemaal. Die zitten daar ook. 1 die bij mij boven woont, daarvan is bijna wel zeker, het is een student, dat hij naar huis is, naar zijn ouders is. Hij woont ergens in Brabant. Dus ik denk dat dat goed is. Ze proberen dadelijk nog contact te zoeken. Maar als de jongelui terugkomen, en dat is toevallig de bovenste kamer die ook het meest beschadigd al tot nu toe is. En dan komt hij terug naar de vakantie natuurlijk in zijn kamer, in zijn appartement verwoest. Er kwamen steeds meer hulpverleners naar het Leeuwarden stadscentrum. De bewoners werden opgevangen in Post Plaza op de Tweebaksmarkt. Grote brand in Leeuwarden, waar is de gemeente op dit moment mee bezig? Nou, de gemeente is vooral bezig, vind ik. Onze belangrijkste taak is de opvang van de mensen die er wonen. Kijk, ik zeg altijd van branden, dat moet je aan de brandweer overlaten. Dat is een geoliede organisatie. Ik heb er echt bewondering voor dat ik ernaast sta te kijken. Wat de gemeente moet doen is dan opvang regelen. Dat is hier nu in Post Plaza. En hier zijn dus de bewoners die vanavond echt niet meer terug kunnen naar hun huis. Want alles, het is gewoon uitgebrand. Die gaan we hier opvangen. Nou, dan hoop je, wat wordt geregeld, dat ze terecht kunnen bij familie, vrienden. Dat is ook vaak het beste. Dan heb je ook bekenden om je heen. Mocht dat niet lukken, dan regelen wij een hotelkamer. Brandweerkorpsen uit heel Friesland bestreden het vuur. Een helikopter hield de brandhaard vanuit de lucht in de gaten en ook een crashtender van de Leeuwarden vliegbasis werd gealarmeerd. Het vuur verspreidde zich naar de daken van de panden. Toch was het uren na het uitbreken van de brand nog niet duidelijk of er nog mensen in de panden aanwezig waren. Er is een grote brand ontstaan in de panden die hier achter liggen, tussen de Poststraat en de Minnemastraat en de kelders. We weten nog niet of er personen in het pand zich bevinden. We zijn uiteraard bezig met groot materiaal, minimaal 8 brandweervoertuigen, ambulancezorg, politieeenheden. Ja, en we proberen gewoon de brand te bestrijden en eigenlijk te kijken of we dan ook nog iets in het pand vinden van slachtoffers. Is er nog gevaar voor de omgeving geweest? Nou, gevaar, ja, dat is altijd een lastig verhaal. Rook is altijd ongezond, dus blijf uit de rook. Het advies naar de mensen is natuurlijk direct gegeven, ramen en deuren sluiten. Dat is een belangrijke. En loop vooral de hulpdiensten hier niet in de weg, want we hebben alle moeite om dit te bestrijden. En asbest? Asbest hebben we nog geen enkele bevestiging van, laat staan van gevaarlijke stoffen.
Om 1:30 s'nachts werd in Post Plaza een persconferentie gehouden waarin lokaal burgemeester Andries Eckhart onder meer vertelde dat een 24-jarige Leeuwarder om het leven was gekomen. Aan het eind van de middag rond 4:45 is er op de kelders een brand uitgebroken. Die is begonnen naast de kledingzaak Freestyle. De brand heeft zich daarna verspreid over de 5 panden op de kelders en de poststraat. Het gaat erbij om meerdere woningen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En ik moet zeggen, ik was getuige, de hulpdiensten waren erg snel ter plaatse en die zijn massaal en met groot materieel uitgerukt. Op dit moment is de brand nog niet helemaal onder controle. Er wordt nog steeds heel hard gewerkt door alle hulpdiensten en daar alle lof voor hun enorme inzet. Helaas, dat is natuurlijk het droevige bericht van vanavond, heeft de brandweer in een van de panden een stoffelijk overschot aangetroffen. Naar de identiteit van het slachtoffer wordt op dit moment onderzoek gedaan, maar daarover geef ik straks het woord even aan de politie. Wat ik alleen nog kan zeggen, dat dit bericht natuurlijk van een verschrikkelijke avond een heel erg zwarte rand heeft gegeven. En ons medeleven gaat natuurlijk uit naar de familie en naar alle vrienden. Het is heel erg wat er gebeurd is. Niet alleen voor de familie, ook voor de eigenaren van de panden, voor de omwonenden, maar vooral natuurlijk voor de familie. Ze zijn huizen kwijt, de bewoners en de bewoners van de panden. Ze zijn huizen hard kwijt geraakt en dat is heel erg. Het is onvoorstelbaar en we leven heel erg mee met de bewoners en de ondernemers van de panden die getroffen zijn. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe erg het is om alle bezittingen en alles wat je dierbaar is nooit meer terug te kunnen zien. Dat is iets waar je eigenlijk niet op zou moeten denken. Voor alle mensen die niet terug kunnen naar hun huis is opvang geregeld in het WTC-hotel. Hier kunnen de bewoners de nacht doorbrengen als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen. We kijken morgen wat er verder nodig is om deze mensen voor de komende termijn onder te gaan brengen. Natuurlijk is de situatie ook heel verschrikkelijk voor de mensen die hun bedrijf en winkel in de getroffen panden hebben. Ze zijn ook hun hele hebben en houden kwijt. Politiewoordvoerder Cor Reijinga bevestigde op de vraag van onze verslaggever dat tijdens de brand nog telefonisch contact is geweest met de man die bij de brand is omgekomen. Klopt het dat er nog contact is geweest met het slachtoffer telefonisch? Dat klopt. Maar als er telefonisch contact is geweest met het slachtoffer, waarom kunnen we de identiteit dan niet vaststellen? Omdat we dat, heb ik u net aangegeven, dat wij het vermoeden hebben dat het om die 24-jarige jonge man gaat, die genoemd wordt ook in de sociale media, dat wij het lichaam nog niet hebben geborgen en dat wij inderdaad, we willen eerst het lichaam borgen en dan pas kunnen we de identiteit vaststellen en dan pas kunnen we met 100% zekerheid zeggen om wie het gaat. Dat willen we nu niet doen in het kader van zorgvuldigheid. Zondagmorgen werd rond 6:00 het sein brandmeester gegeven. Bij daglicht was pas echt goed te zien hoe groot de ravage was. Van de panden aan de kelder staat niet veel meer dan de gevels. Ook aan de achterzijde in de poststraat is de schade enorm. In de loop van de ochtend zou geprobeerd worden om het lichaam van het slachtoffer te bergen.